Arte della Commedia. Toneelinformatie. Harlekijn, Kies je meester, ontlokte bij het première publiek in de KNS een eindeloos handgeklap. Geen symbolisch ritueel van een gehoorzame robotmassa, maar een eerlijke dankbetuiging voor het feest van die avond. Op de scène volgden de acteurs, samen met regisseur Arturo Corso en decorontwerper Manfred Hoerig, het ritme van het applaus met de glimlach. Op 5 toneelrecensenten bleken er 4 gelukkig met deze harlekijn. Nummer 5 heeft er niet mee kunnen lachen en eens en waarom lezen we bij Eugène Winters in de Gazette van Antwerpen. Corso brengt in zijn stuk een boodschap. Of liever, hij heeft een boodschap die hij op zijn manier opluistert met alle mogelijke regietrucjes, acrobatie, clownerie, goedkope mopjes, liedjes en dansjes, lichtjes en kleurtjes. Pour épater le bourgeois, terwijl hij zijn boodschap onder de neus duwt. Men kan hier en daar lachen met de overigens goedkope dwaasheden, met de gezichtentrekkerij en de sprongen en buitelpartijen, maar veel meer brengt deze harlekijn niet. Het is een kijkspel opgebouwd met een mengelmoes van Puccinelle dialogen, bij voorkeur wat in Antwerpen de vettige versie heet, en losstaande kwinkslagen. Hoewel er bepaalde bokkensprongen zijn die het zeker doen bij een goedlachs publiek, worden die zo dikwijls herhaald dat ze hun kleur verliezen. Tot hier dan Eugène Winters. En de zomerse dingen lezen we bij Guido van Hoof in de Standaard, Arnold Doulier in de Volksgazet en Bert Verhooyen in de Nieuwe Gazet. In de Standaard. Vele maanden heeft de KNS-troep moeten wachten op een zo davend applaus als na de creatie van Harlekijn, Kies je meester. Er is geen twijfel mogelijk. Het stuk dat de Italiaanse regisseur Arturo Corso heeft gedicteerd aan de Brusselse journalist Jean Collet zou normaal duizenden ontgoochelden opnieuw naar de Schouwburg moeten drijven. In de Volksgazet, wie zich gedurende enkele uren wil vermaken in de veredelde stijl van de comediantenrevues, vindt ongetwijfeld zijn gading in de KNS. Wij voorspellen een kassucces. Harlekijn, Kies je meester, wordt tot nader bericht in de KNS nog 2 weken gespeeld. In het Ringtheater vanavond, morgen en zondagavond, Wolfskinderen van John Peacock, in regie van Chris Betts met Dora van der Groen, Godelieve Moordhamer en Hubert Damen. Voor kaarten zijn er 2 telefoonnummers, 37 64 62 en 36 04 30. De voorstellingen beginnen om 8:30. In het EWT-theater te Deurne kan u naar de minnaars gaan kijken van de Ierse auteur Brian Friel. Friel neemt in zijn 2-delig toneelstuk de hypocrisie en ook de kleinmenselijkheid op de korrel. In het eerste deel geeft hij de enige remedie, geloven in dat ene ogenblik en telkens weer. Stuk nog voorstelling hebben ons ten volle kunnen overtuigen. De dialogen zijn lief naïef en het lijkt ons dat de spelers niet in dezelfde speelstijl zitten. Maar u kan beter zelf eens gaan kijken. Het Reizend Volkstheater speelt morgen te Turnhout in de zaal van de kazerne Major Blairon om 8:00 voetbal van George Bellock. Wie vanavond het Turnhout toneel wil kijken, gaat naar het kurszaal om 8:30 op het programma Een vijand van het volk van Ibsen, gespeeld door Globe. Het Jeugdtheater te Antwerpen zingt, danst en speelt in De straat zijn wij van Pierre van Rompuy. Elke woensdag en zaterdag om 3:00 in de KNS en ook zaterdag voormiddag om 10:00. Toneellabo Arlecchino uit Lier geeft morgenavond een ruilvoorstelling in het raam van het Belgisch-Duits cultureel akkoord. Arlecchino koos daarvoor Een smaak van honing van Shella Delany, regie Klaus Hout. Daarvoor om 8:00 naar de Stadsschouwburg Vredeberg te Lier. In het Stadsfestival voor Liefhebberstoneel van Antwerpen ziet u maandagavond 8 november Koninklijke Oud-Leerlingenbond School 20 in Ik ben er en blijf er van Vincent Valmy, 8:00 in de KVO. Morgenavond en zondagavond in het Gildehuis te Borgerhout ik zie wat jij niet ziet van Noel Coward. Toneelkring Kunst Veredeld start om 8:00 stipt. Dien het Vroo uit Mariaburg heeft morgenavond de laatste voorstelling van Voor Donker Thuis, zaal Albert, 8:00. In de nationale wedstrijd voor operetten te Mechelen wordt morgenavond in de Stadsschouwburg de spits afgebeten door Kunst Veredeld uit Roeselaren. De groep speelt Het meisje van Damme van Willy Ostijn. Doek om 8:00. Voor Mechelen ook nog De gekroonde leerse door het Mechels Miniatuurtheater vanavond, morgen en zondagavond om 8:15 in de Molenstraat. En tot zover dit drukke toneelweekend. Dat was toneelinformatie door Jos Bernams.
Variété in radio en tv. Muziek Etienne Smet.